Zijn moeder vertelt dat, Manon heet ze. Ja? Zet het leuke vrouw. Moet ook lachen om het verhaal, terwijl ik denk van holy shit. De vleugelaanvaller van PSV, Noah Lang, die komt met een eigen documentaire. En die is te zien vanaf vrijdag 23 februari op Prime. Het geeft een opmerkelijk inkijkje in de wereld van een profvoetballer die daarnaast ook nog eens muzikaal aan de weg probeert te timmeren. We gaan dit bespreken met Willem Schouten, chef van de entertainmentredactie. Willem, jij hebt het gezien. Ja, we creëren natuurlijk een beetje een beeld van zo'n jongen. En dan zien we hem van binnenuit. Het is ook wel dapper dat je het laat zien. Vind ik ook. Ja. Noah Lang is natuurlijk een omstreden jongen altijd. Hè? De manier waarop hij praat, hoe hij zich presenteert. Het is toch een lefgozertje. Maar ja, ik heb met plezier naar die documentaire gekeken. Het zijn 4 afleveringen. En je krijgt een beetje van zijn binnenwereld te zien. Je krijgt ook zijn familie, hoe die opgegroeid is, krijg je een beter beeld van. Zijn vriendin, klein kindje, zijn troubles op het voetbalveld en daarnaast. En ik denk wel, het is zeker het bekijken waard. We gaan eventjes een trailertje bekijken om er helemaal in te komen. Okay. Als ik jou niet moet merken, ben ik boos merken. Hey. Maar ik heb afspraken in mijn contract, ze moeten dat gewoon nakomen, klaar. Mensen gaan er lekker om mensen te zien vallen, mensen gaan er lekker om mensen te zien breken. Ik ben ervan overtuigd dat ik op vandaag echt zo'n belangrijke goal maak voor het Nederlands elftal. Dat al die mensen die altijd bla 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 bla, zelfs dan ook zien van hey shit. Noah Lang heeft trouwens altijd geleverd. We hebben gelukkig wel een bosco's die er kijk op heeft. Ja, Willem, hij is een beetje het exponent van een man anno 2023, 24 in Nederland. Nou, een jonge voetballer. Hij komt uit hij heeft een beetje een dubbele culturele achtergrond. Hij heeft een bepaald straataccentje. Ja. Hij wil zowel de muziek in, of tenminste, dat is ook heel belangrijk als voetballen. Zit onder de tatoeages. Dit is een beetje hoe het nu is, hè? In onze tijd hadden we snorren. In onze tijd had het ik heb nooit een snor gehad, hoor. Maakt niet. Hij is een exponent van een bepaalde straatcultuur en de voetbalcultuur. En hij spreekt, het heet niet voor niks lastpakken. Ja. Dat maakt hem interessant. Als je kijkt nu, er is een documentaire gemaakt over Memphis Depay, die een beetje soortgelijke imago heeft. Ja. En je hebt, Little Kleine, als je het hebt over iets anders, ook een documentaire over. Maar het zijn allemaal bepaalde jongens die anders zijn. Little Kleine heb ik niet gezien, kan ik niet zo goed beoordelen. Ja. Dat is ook een heel ander geval. Ja, ik heb alleen het gezien en die leeft inderdaad heel op. Maar die twee voetbal, weet je, het zijn Denzel Dumfries zit in deze documentaire. Maar ja, daar gaan we geen documentaire over maken. Want het is een hartstikke aardige, vriendelijke, aangepaste jongen. Ja. Het zijn een beetje de lastige jongens die tot de verbeelding spreken. Ja, op het moment dat, want daarom had ik het net over Memphis. Ik kijk dat en je gaat toch dingen altijd een beetje vergelijken met je eigen leven. Hoe leef je nou zelf? Wat zijn je eigen normen en waarden? Ja. En hoe leven zij? Ja. En dan zij leven natuurlijk in een totale utopia, toch? Ja, Memphis vond ik een totaal andere documentaire dan dit. Memphis leeft echt in een soort van eigen wereld. Fascineert. Het is natuurlijk een hele andere jongen. Het is meer een binnenvetter. Ja. Noah die zegt echt alles wat op zijn weg komt. Dat houdt niet op. Ja. Maar Memphis die leeft echt op een soort, lijkt wel een soort van eigen eiland. En hij heeft een assistente die voor hem heen en weer rent en zo. Ja. En als zijn moeder langskomt, dan haalt hij er wel of niet op. Soms moet ze gewoon uren wachten en zo. En hij heeft zijn matties eromheen en zo. En deze jongen, deze zien we bij met zijn vriendin, met zijn vader, met zijn moeder. Die is veel dichterbij, Noah, vind ik. Dus ik vind het, als voetballer ben ik een fan van Memphis. Van allebei deze jongens overigens. Maar deze documentaire, kom je veel dichterbij naar mijn gevoel. Ja. Vind ik leuk. Er is een incident met voetballer, met oud-voetballer Boukari, Nordin Boukari. Dat was ook een tijd zijn stiefvader, waar hij bij was. En waar ging dat dan over? Nou ja, als ik het goed begrepen heb, zijn moeder vertelt dat, Manon heet ze. Ja? Zet het leuke vrouw, moet ook lachen om het verhaal, terwijl ik denk van holy shit. Ja? Maar zij vertelt dus dat vader van Noah, Jeff heet hij, Jeff, zij noemt hem Jeff. Ja. Die komt bij hun thuis en dan is Nordin de nieuwe vriend. En dat staat Jeff niet aan, zo gezegd.
En Noah is op dat moment een jong manneke, zit op de PlayStation te spelen. En er ontstaat een handgemeen. En hij pakt de stofzuigerslang. Noordin die rent het pand uit. Die denkt van, daar moeten we niks van hebben. Ja. En hij rent erachteraan. Manon vertelt dan dat ze de buurman nog gaat halen. Die een grote sterke vent is om ze uit elkaar te halen. Maar die is weer niet. Die is te groot en te zwaar. Dus je kan niet hard genoeg lopen om ze te achteren. Ja, hilarisch verhaal. Manon vertelt het ook heel leuk. Alleen voor jongen, en dat geeft Noah ook toe, een jong jochie die dat toen ziet. Hè? Twee mannen in zijn leven die belangrijk zijn, die elkaar op de vuisten gaan. Was dat best wel heftig. Ja, ja. Opvallende dingen is dat hij toch best wel pittige jeugd heeft gehad. Want zijn vader is niet echt een onbeschreven blad, hè? Nee, nou ja, hij vertelt daar zelf over inderdaad. Dat hij dus op de achterbank van de auto zat, terwijl zijn vader allemaal aan het fluisteren was over allerlei duistere dealtjes. Hij zegt ook van dat hij zijn vader vroeg wat die snoepjes allemaal waren waar die bij zich had. En dat bedoelt hij dan mee. Zeker geen echt snoepgoed, nee, zeg maar. En ja, dat hij toen bij Feyenoord speelde en ja, dat hij moest zeggen dat zijn vader in de gevangenis zat. Ja, dat zijn dingen die heel pijnlijk zijn voor zo'n jonge jongen, denk ik inderdaad. Overigens gaat zowel Noah als zijn vader daar in die hele documentaire heel relaxed mee om. Zijn vader zit ook prominent in die documentaire. Ja, en die openheid heb jij een beetje over verbaasd. Ze houden wat dat betreft niks verborgen. Ik weet niet meer dan wat ze zeggen, maar ik vind best wel dat er redelijk wat heftigs gezegd wordt. Nou ja, waar we het straks over hadden met Noorden Bukhari, dit verhaal van hij, wat dat betreft, ook wat dat betreft, neemt hij geen blad voor de mond, onze Laspak. Heel veel jonge jongens, die dromen natuurlijk van zo'n leven wat Noah Lang heeft. Hè? Zeker, ja. Voetbal, succes, dure spullen, mooie auto's. Geniet hij er een beetje van dat hij, wat hij allemaal bereikt. Hè? Hij speelt nu bij PSV, straks gaat hij waarschijnlijk, weet ik veel, naar de Premier League of waar dan ook gaat hij spelen. Hij heeft ook dat grote leven waar heel veel jongetjes van dromen. Merk je dat hij daar een beetje van kan genieten? Nee, dat merk ik niet. Nee? Nee, het is vooral, hij is gefrustreerd in die periode die we voornamelijk zien. Hij speelt bij Brugge en daar waarderen ze me niet meer. Nee. Dan zie je dat hij naar PSV gaat. Wat natuurlijk heel mooi begint, maar nu is het ook weer ellende, want hij is al heel lang geblesseerd. Dus ik vind het ook jammer wat dat betreft voor hem en voor de documentairemakers ook dat het nu uitkomt, terwijl hij eigenlijk niet zo relevant is op het ogenblik. Nee. Hij is al een hele tijd niet actief. Dus in die zin is dat jammer. Maar je ziet bij hem gewoon vooral hunkering. Hij wil uiteindelijk zo graag. En dat vind ik wel mooi. Het is een jonge jongen die heel graag wil. Het is je ziet bij dit soort, naar buiten toe denk je, het is een arrogant manneke Nee, maar je ziet alleen maar, hij wil graag, hij wil de belangrijke goals maken. Hij wil het onderscheid maken. En hij wil ook dat hij gezien wordt. Voor respect krijgt voor wat hij doet, zeg maar. Dus ja, ik vind vooral de hunkering van hem heel interessant. Dus hij hunkert naar erkenning. Ja. Dat zie je vooral. Je ziet niet, bij Memphis zag je wel het luxe leventje. Dat zie je bij hem eigenlijk helemaal niet zo. Ja, heeft een mooie auto, maar vooral een gedoe met zijn meisje. Eerste kindje, daar is hij helemaal. Dat zit erin. Ja. Zit vooral veel van zijn ouders in. Maar dat is vooral die vader, een fascinerend figuur. Die komt ook prominent naar voren in de documentaire. Die heeft hem altijd gedrild en dat zie je eigenlijk ook nog steeds. Die kan daar ook geen afscheid van nemen. En dat laat Noah allemaal toe, is mijn indruk. Dus ik vind het een fascinerend verhaal. Inderdaad, over wat je zegt over een jonge jongen, een bekende jonge jongen van de straat. Die laat ons toe in zijn wereld. Ik heb er met plezier naar gekeken. Het is een beetje het is inmiddels niet meer nieuw, maar het is een beetje een. Kijk, vroeger kreeg je een documentaire als je carrière al een beetje. Ja, dat... dan keek je even wat we met Beckham hebben gehad. Klopt. Keek je terug. En we zagen vooral hem en Victoria dat dansje doen. Dat kwam overal terug. Nu zitten ze eigenlijk pas, zijn ze heel pril. Ja, en openen ze zich al? Ja, wat vind je van dat genre? Dat je het nu al. Nou ja, ik vind dat eigenlijk. Eigenlijk kun je je afvragen: verdient hij dit? Ik bedoel, oké. Memphis Depay heeft dan nog, 45 goals gemaakt in het Nederlands elftal. Dat kun je zeggen. Maar hij staat echt aan het begin van zijn carrière. Ik vind het wel leuk, de ambities die hij ook uitspreekt. Hij wilde de beslissende goal in de WK-finale maken. Weet je wel. Alleen, ja, ik bedoel, hij is nog niet. Zover. En niet een beetje zover. Memphis Depay zit overigens in die documentaire van Noah. Die zegt ook, ja, hij moet nog wel een heel aantal stappen maken. Ja. He, dus je kunt je wel afvragen of hij het verdient. Maar ik heb er, wat ik zeg, ik denk voor de kijker is het interessant. Je hebt ons in ieder geval geïnspireerd met deze inkijkje in deze docu. Willem Schaal, de chef van de NTM-redactie. Dankjewel. Oké, graag gedaan.